Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Marcel Vroon ICT Services, MetPets.nl en de CD Relax Music for Animals and Humans. Welkom dierenvrienden bij een nieuwe aflevering van Dier en Vriend TV. Ja, en ik moet gelijk een klein beetje lachen, want ik heb hier een prachtige kleine, ik geloof Chica, maar dat horen ze dadelijk van Greet wel. En die ruikt nu een zakje snoep in mijn binnenzak. Geweldig, geweldig. Fantastisch dier trouwens. Oké, ja, dus het is gelijk een lachwekkende start van deze nieuwe uitzending. Maar Greet, ja, het is even geleden natuurlijk dat we hier geweest zijn, omdat we ook een ruime maand helaas de lucht uit moesten. Maar ik wil je sowieso even heel hartelijk welkom heten. Nou ja, wij jou ook, hè? Want we hebben jou ook gemist. Ja, want eigenlijk, want Margreet is eigenlijk een van de weinigen die heeft geen Facebook. Dus die had het niet gelezen dat wij even uit de lucht waren. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Je ziet het, uiteindelijk komt het goed. Hoe dit hier gaat aflopen, ik heb werkelijk geen idee alleen. Dat is... Nou, ik trek altijd een oud jasje aan, gelukkig, dus daar ben ik blij mee. En als ik het ga pakken, dan gaat het echt mis, want dan komen al die katten hier en dan krijgen we misschien nog wel ruzie, want er zijn er best wel veel. Maar Greet, ik heb zo, laten we gewoon lekker snel beginnen. Ik moet even tegen de mensen thuis zeggen, er zit hier een prachtige kat, ook bij Margreet op schoot. Maar daar gaan we het juist nu net niet over hebben, maar we hebben een legio en andere, we krijgen een prachtige herder. Maar we gaan beginnen, en dat weet jij precies, kom erop met de eerste kat. Broes. En Broes is een meneer en een afstandskat, omdat de mensen gingen verhuizen naar heel ver weg en konden hem helaas niet meenemen. Hebben met tranen en veel verdriet afscheid van hem genomen. Broes is hier dus nog niet zo lang. Eerst moest hij wel erg eraan wennen dat hij hier met andere katten was, dus hij vond het maar niks. Hij was een beetje boos, maar hij trekt al een heel stuk bij en het wordt een hele lieve kat. Hij is 7 jaar en hij moet dus liefst eigenlijk niet bij andere katten geplaatst worden. En bij kinderen boven 7 jaar zou wel kunnen. Nee, en we gaan nog niet met jou beginnen, want we gaan dus nu gaan we verder met Cloud. En Cloud die lijkt eigenlijk een beetje op Broes, dus die moeten we niet door elkaar gaan halen. Ook weer een schat van een kat. Ja, wat Broes was wit met siepers, dus met een beetje donkergrijze en grijze strepen. En Cloud is wit met donkergrijs, zonder strepen. Een beetje wolkig, ik vind het wel een mooie naam voor hem, Cloud. Hij is 4 jaar, het is een kater, er is afstand van gedaan in verband met de allergie. En hij moest erg wennen. Hij was erg boos in het begin, nogal kwaad ook naar andere katten toe. Heel prikkelbaar en hij wordt zo ontzettend lief dat hij klimt bij je op schoot en dan zie je dat bekkie zo vertrekken, zo van oh, lekker, lekker, lekker. En hij vraagt veel aandacht, het is een echte mensenkat. Hij zal, als hij ergens thuis is, over de krant gaan lopen of over het toetsenbord van de computer. En hij weet ook precies waar de brokjes liggen. Dus ja, het is een hele leuke kat. Oké. Hij gaat dus nu hier goed. Dus mag hij dan ook bij andere katten geplaatst worden? Of heeft hij toch liever alleen? Het kan wel, want hij gedraagt zich nu best wel rustig naar andere katten toe. Hij kan wel bij een poes bijvoorbeeld. Hè? Maar andere katers, ja, daar loop je toch een klein risico mee. Want het is wel een pittige jongen. Maar ik moet zeggen, het gaat heel goed de laatste weken. Ja, oké, dus alleen niet een echte dominante kater. Daar moet hij niet bij, want dan wordt het knokken. Nou, uiteraard toch weer dezelfde vraag. Gezondheid. Hij is gezond. En ik wou ook nog even zeggen, omdat hij heel pittig kan zijn, zou ik hem niet bij kleine kinderen doen.
Dus wel bij kinderen vanaf 7 jaar, die je kunt vertellen wat ze wel en niet moeten doen. En dat ze goed op zijn signalen moeten letten, want als hij er genoeg van heeft, dan laat hij dat ook wel weten. De vermiste dieren kunt u nogmaals bekijken op www.dierenvriend.tv. Hier kunt u ook vermiste dieren opgeven. Wat heb je nou eenmaal met televisie maken? Dan heb je een prachtige zwarte kat op schoot. Echt een werelddier. Nou, daar gaan we het er nu over hebben. Maar nou zit hij ergens onder, omdat de andere kat die bij Margreet weer op schoot zat, ervoor zit. Nou, dat gaat lekker, Margreet. Maar ik ben ervan overtuigd dat jij dit dier heel mooi gaat verkopen. Ja, het is een mooi dier, hè? Dus het is Chica. Ja, Chica is eigenlijk een Spaans meisje, maar het is gewoon een Hollandse kat. Hollandse poes. Daar komt ze. Ze is 1,5 jaar. En ze is heel lief. Het is een zwerfkatje en in het begin moest ze erg wennen, net als veel katten hier bij al die andere katten. Maar nou, ik moet zeggen dat ze in een week tijd geweldig is bijgetrokken en kijk eens wat een aanhankelijke poes staat. Dit is, ik haal gewoon de microfoon bij je weg, erg onbehoorlijk eigenlijk hoor, maar dit een zwerfkat geweest? Ja, onbegrijpelijk hè? Maar dit is echt, ja... Ik denk dat hij wel eens moe van mij zult worden, want ik zeg natuurlijk zo vaak van die katten zijn geweldig en dat meen ik ook. Maar deze was weer, ja, was eigenlijk best moeilijk op te nemen, want hij was zo moeilijk omdat hij alleen maar wilde knuffelen en wilde doen. En ik ben blij dat je er even bij komt. Nou, is het echt, dit is zo'n werelddier. Hoe oud is zij? 1,5 jaar. Ook nog een hartstikke jong ding ook nog. Ja, je hebt natuurlijk geen idee hoe lang ze over straat gezworven heeft, maar ik moet wel zeggen, ze ziet er ook gewoon... Ja, ze ziet er gewoon echt goed uit. Dat is het ook. En wij begrijpen dus ook niet dat mensen zo, als hun kat niet weer thuis komt, dat ze dan zo gauw er genoegen mee nemen dat hij er niet meer is. Zo'n lief dier. En helaas had hij geen chip. Dus we konden ook de eigenaar niet bellen en traceren. Maar ja... Wij, net zoals jij niet begrijpt, een zwerfkat, zo'n lief dier. Ja, dat komen wij dus in de asiels veel tegen. En dat vinden we eigenlijk best wel heel jammer. Ja, het is ook gewoon heel erg. En ik zeg al, er gebeuren de laatste tijd. Maar daar gaan we zo dadelijk later in de uitzending nog even over hebben. Maar wat ik nu ook deze week weer op Facebook las. En dat was in, ja, ik geloof een ander deel van het land. Dat iemand gewoon een kitten uit een rijdende auto gooit en zo. Mensen wilt het niet weten. Daarom komen ook in deze uitzending. We gaan er echt nog regelmatig komen erop terug op geboortebeperking. Heel kort even, maar daar gaan we het wel even over hebben. Maar nog even, want ik vind nu dat door al deze verhalen. Chica was het. Een beetje ondergesneeuwd raakt. 1,5 jaar, dus hartstikke gezond, goed. Andere katten, hoe denk je daarover? Nou, daar kan ze heel goed mee overweg. Want ze is niet dominant. Ze heeft eerst heel erg de kat uit de boom gekeken. Ze heeft een paar dagen met open deur in het hok gezeten. Zo van, ik kom er niet uit. Maar
ze gedroeg zich dusdanig dat de andere katten haar eigenlijk vrij snel accepteerden. En nu loopt ze heel vrijmoedig rond en ze maakt met niemand ruzie. Gaan we nu verder. Ja, dat is een driekleur, een lapje. Nou, er zit echt van alles en nog wat in. Een fantastisch lief dier ook weer. En dat is een moederpoes. Haar kroos is inmiddels al geplaatst. En nu wil deze prachtige mama, die wil ook een huisje. Margreet. Ja, mama die kwam binnen met vier jongen. Die waren toen een paar weken oud. Waren ook een beetje bang in het begin. Minoes was zelf ook een beetje bang. En, want misschien had ze als zwangere poes ook al wel gezworven. Dus die had wel het een en ander achter de rug. En het is allemaal heel goed gegaan. Ze heeft haar kinderen keurig opgevoed. En op laatst was ze echt zat. Het was heel komisch. Ze ging bovenop liggen zo van, nou, jullie moeten nu maar redden. Jullie eten zelf, jullie spelen zelf. Ik ben het helemaal zat. Oké, dus het was geen moeder voor het leven? Nee. En de kinderen moesten de deur uit. Dat is ook normaal natuurlijk. De kittens zijn geplaatst, die zijn allemaal goed terechtgekomen en Minoes wordt nu weer een beetje meer zichzelf. Die gaat steeds meer aandacht vragen, we hoorden er zo pas al miauwen. Ze wordt steeds vriendelijker, want het is in wezen een lieve kat. Ze moest hier ook erg wennen hoor, met al die katers. Maar ja, ze gaat eigenlijk heel goed, het wordt een heel leuk poesje. Wordt, is. Is. Ja, oké, dan zitten we op dezelfde golflengte. Oké, maar waar wil je haar geplaatst zien? Ik wil haar geplaatst zien, ik denk niet bij kleine kinderen, bij hele kleine kinderen, omdat ze, ga je doen? Omdat ze, ja, toch nog wel af en toe een beetje prikkelbaar is, dus moet wat met egaars behandeld worden. Het is een dametje en je moet haar hart een beetje zien te winnen. En zij wint vast het hart van een nieuwe eigenaar wel, want zo gedraagt ze zich wel. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Dan weer de bekende vraag. Helemaal gezond? Ik ga er wel vanuit. Ze is helemaal gezond. Ze is helemaal nagekeken. Ze is geënt en gechipt. En ze is door de dierenarts helemaal, om zo maar te zeggen, doorgelicht. Dan is het nu tijd voor een prachtige zwarte herder. En ik kan u wel verklappen, en dat is best lachwekkend, maar Greet die had in het begin even een klein beetje moeite om hem in toom te houden. Maar hij luistert eigenlijk best heel goed. Het is ook een triest verhaal, want de eigenaar van deze hond die is zelf ernstig ziek geworden, dus daarom moest er afstand van worden gedaan. En als ik het goed begrepen heb, kwam deze herder eigenlijk 4 jaar geleden, dus ook uit jullie asiel. Ja, 4 jaar geleden is hij hier gekomen. Zijn geschiedenis van 4 jaar geleden kan ik niet zo reproduceren. Lekker hè, zo'n kat aan je oor. Ik heb schone oren. Het wordt steeds gekker. Maar goed, we gaan toch even die herder verkopen hoor. Ja. En hij is dus teruggekomen en hij heeft 4 jaar met veel plezier bij die mensen gewoond. Bij die baas gewoond. En die baas was gek op hem. Maar kon niet meer voor hem zorgen. Was ernstig ziek geworden. En ja, dan houdt het op. En gelukkig is hij toen weer bij ons terechtgekomen. En hij heeft nog vreselijk veel energie. Hij is inmiddels 5 jaar oud. Of zij, het is een zij. Jessica heette ze oorspronkelijk, maar wij zeggen altijd Jess. Ja, oké. Nou, en 5 jaar, dat is... Hij ziet er ook hartstikke gezond uit, is ook niet oud. Stevige jongen. Maar ik heb wel het idee dat hij wel een beetje een leiding nodig heeft. Hè? Wat meer als de gemiddelde. Ja, het is een kruising herder. American Stafford. Oh, daar zit een stukje Staff in. Er zit een stukje Staff in. En dat zie je ook wel aan zijn bouw. En zijn gedrag is meer herder bijna. Want hij wil wel graag voor je werken. Maar hij heeft zo verschrikkelijk veel energie. Dat hij wil eigenlijk niks liever dan spelen, rennen, stoeien. En ja, dat gaat niet altijd. Nee, maar dan ga ik toch. Hè, want ik begon net al deze... Zo, had hij er even geen zin in? Ik begon net, toen we over de herder begonnen, dat hij jou wel even een beetje in de maling zat te nemen. Maar dan zeg ik ook 1 duidelijk ding bij. Ik denk dat je dat wel met me eens bent. Zo'n hond, zeker zo'n werkhond als deze, die zit de hele dag in dat hokje. Nou, dan mag hij er even uit. Je laat hem nog even uit. En zo dadelijk, natuurlijk vanavond gebeurt dat meer. Maar hij zit pomvol met energie. En dan moet hij van ons nodig voor de camera moet hij gaan zitten. Ja, dat gaat toch niet werken? Nee, nou doen we wel meer met hem hoor. Dus hij loopt ook wel een tijdje los en we spelen wel met hem, met de bal en dergelijke. En we fietsen met hem.
Ja, maar ik bedoel dus ook vandaag, hè, dus het lag niet aan jou. Nou, dat weet ik niet. Ik was ook een beetje gehaast natuurlijk. Zo van, nu moet je even gaan zitten voor de camera. Maar het is een heerlijke hond die graag voor je wil werken. Maar hij is heel sterk. Hij heeft een sterk karakter, hij heeft een sterk lijf, hij heeft sterke kaken, hij heeft een prachtige halsband. Nou ja, wat je prachtig noemt, daar kan je van houden. Vol met steentjes en zo. Heeft hij radicaal doormidden gebeten. Dus vandaar dat we nu ja, een halsband doen en in ieder geval een riem bijt hij ook zo door. Dus hij heeft een kettingriem. Maar het halsband daarvan is van leer en daar wil hij heel graag op bijten. Ja, maar goed, dat moet je ook wel doen als krijg je een slipketting. En dat is natuurlijk helemaal uit den boze. Maar dat is inmiddels wel bekend, denk ik, bij iedereen. Zeker bij de hondeneigenaren. Maar goed, dus een prachtig dier. De reden, de afstand, heeft u net gehoord. Dat is alleen maar heel erg voor het baasje. Ex-baasje, moet ik dan zeggen. Ik denk dat hij ook zelf heel erg blij zou zijn als zijn dier wordt herplaatst bij een fantastische mensen. Maar het is wel een stevig iemand, hè? Ja, en mensen die weten hoe je met een hond om moet gaan en ja, dat een hond leiding nodig heeft. Een stevige leider moet hij hebben. Oké, en tot slot gezondheid. Die is prima. Zoals van begin van de uitzending al zeiden, zouden we ook nog eventjes een klein stukje over geboortebeperking doorgaan. En dat heeft natuurlijk ook een reden. En de reden is dat hier ook wederom weer een aantal kittens zitten. En er zitten een aantal die gewoon nog wat banger zijn. We komen ook zo met twee die helemaal al gesocialiseerd zijn. Maar de eerste twee, vier moeten er vijf zelfs geloof ik. Zwarte, zwart-wit, Cypers, u ziet nu beelden erachter. Fantastische dieren, wel heel erg stuk gesocialiseerd en ook wel plaatsbaar. Maar Margreet, heb je die gewoon gevonden op straat, gedumpt weer? Ja, daar zijn ze gevonden en naar het asiel gebracht. Toen waren ze nog kleiner en ze zijn bij de beheerder opgegroeid. En daar waren ze natuurlijk helemaal gewend en ook aan elkaar gewend. En met nog meerdere kittens, want er zitten bij haar nog meer. En toen hier een beetje ruimte kwam, toen de kittens van Minoes weg waren en nog een ander kitten ook weg, toen zijn er vijf van die kittens die bij de beheerder waren, zijn hier naartoe gekomen. En hier moeten ze nog een beetje wennen. Want je ziet duidelijk wanneer de beheerder komt, ja, die kennen ze allemaal natuurlijk. Maar hier lopen natuurlijk een heleboel vrijwilligers rond. En die moeten ze eerst nog leren kennen, maar het gaat al heel goed. Ik heb in het rapport al gelezen dat ze een heel stuk bijtrekken. Ja, oké. Maar dat is dus, hè, wat je eigenlijk ook al zei, want we komen zo dadelijk ook nog met twee andere kittens. Door hè, wat ze hebben meegemaakt, dat ze gedumpt zijn, ja, dan worden ze ook angstiger van. En ja, we hebben het er al zo vaak over, en ik hoef jou niet te vertellen, dat dumpen, hoe vaak dat gebeurt. En dat weet je toch ook, geboortebeperking is toch de enige oplossing? Ja, geboortebeperking zou veel meer moeten plaatsvinden. Dat zou een hele hoop dierenleed besparen. Daarom. En jij hebt het zelf ook niet gezien. Sommige kijkers misschien inmiddels wel thuis, maar we hebben een heel kort filmpje gemaakt. Het duurt 1 minuut over geboortebeperking. En dat wil ik u graag nu even naar. Hé, doe eventjes een flinke blaas hier. Ik wil u daar graag even naar laten kijken. Weet jij waarom geboortebeperking zo belangrijk is? 1 volwassen kater en 1 volwassen poes krijgen na circa 2 maanden een nestje van 4 kittens. Deze kittens zijn tussen de 5 en 8 maanden alweer geslachtsrijp. De poezen krijgen na 2 maanden beide een nestje, totaal 8 kittens. Die tussen de 5 en 8 maanden ook weer geslachtsrijp zijn. Binnen 2 jaar zijn dus minstens 14 katten geslachtsrijp. En we hebben na 1 jaar al 14 katten. En dan nog de katers. Niemand weet hoeveel poezen deze katers hebben gedekt. Stel dat ze allemaal 1 poes hebben gedekt. Dat zijn dan 24 nakomelingen. En dat kunnen er nog veel meer zijn. Stop met fokken, zeg ja tegen geboortebeperking. Want dit mag nooit meer gebeuren. En de asieldieren willen heel graag een huisje. Stichting Mensendier Nederland helpt. Dit was dan ons voorlichtingsfilmpje betreft geboortebeperking en terwijl dus ook de vermenigvuldiging van katten. U ziet hoe snel dat gaat, dat er in zo'n korte tijd zoveel katten zijn. Dus ik hoop dat steeds meer mensen gaan inzien waarom het zo belangrijk is om uw kat te laten helpen. Wij helpen ook zoveel mogelijk mensen die het zelf niet kunnen bekostigen. Wij hopen er ook heel lang mee door te mogen gaan. En het zou natuurlijk heel erg fantastisch zijn als u ons daar weer bij wilt steunen. En eigenlijk, Margreet, was het voor jou ook helemaal duidelijk dat filmpje zo? Jazeker, ja. En wij, het sprak me erg aan, want we zien het, hè. We zien het.
En dat was ook de bedoeling, hè? Want je kan het altijd wel zeggen tegen mensen, maar dan, ja, als je het visueel maakt, dan je ziet ineens dat die katers, want nu hebben we maar gezegd dat de katers één andere poes hebben gedekt. Maar één kater kan net zo goed ook 10 poezen dekken in een week. En dan waren het geen 24 nakomelingen, maar 240. Ja, moet je toch niet aan denken. Ja, maar het zijn de feiten inderdaad. Hè? Dat is, dus daarom is het zo belangrijk, steriliseren, castreren. Goed, je hebt hier ook nog 2 kleintjes. Ja, hoe kom je daaraan en wat kan je daarover vertellen? Nou, die kittens die zijn dus, die hebben geboft. Ik begin even met de moeder. De moeder die is nu nog niet klaar om te plaatsen, want die heeft daar haar kittens nog, die voedt ze zelfs nog. En terwijl ze toch al ruim 13 weken zijn en ze voedt ze nog. Ze eten ook zelf natuurlijk, maar de moeder is gevonden door een mevrouw en die heeft haar opgenomen. En toen bleek ze zwanger te zijn, toen heeft ze kittens gekregen, 4 kittens, net als in het filmpje. 2 rood met witte poezen en 2 zwart met witte, 1 katertje en 1 poesje, zwart-wit. 4 kinderen dus. En die moeder, die eigenares, die kon niet goed meer voor ze zorgen. Dat werd te veel. Ze had gedacht dat ze voor 1 poesje zou zorgen en toen werd het er 5. Dat werd wat te veel. Dus die is zo verstandig geweest om afstand ervan te doen en ze naar het asiel te brengen. Dat moederpoesje, dat kregen we eerst niet te pakken. En de kittens zijn eerst bij de beheerder gebracht en die heeft ze eerst met de fles een paar dagen gevoed en verzorgd. En een paar dagen later, zeg maar na een dag of 4, is ook de moederpoes gekomen. Toen hebben we moeder en kinderen weer herenigd en toen heeft ze voortreffelijk opgevoed. Ja, ze zijn nu ook voortreffelijke kittens om te zien. Ze zijn lief, ze zijn sociaal. Maar, want we moeten een klein beetje de zendtijd ook in de gaten houden. Het is wel overduidelijk dat deze 2, nou ja, dat je die eigenlijk bij elkaar moet houden. Ja, het zou erg leuk zijn. Ze spelen natuurlijk steeds met elkaar. Ze hebben dus ook nog 2 zusjes gehad. Die zijn ook samen geplaatst. En deze 2 zwart-witte, ze lijken ook op elkaar. Het poesje heeft een zwarte vlek op haar ene voorpoot. En het katertje heeft dat niet. Die heeft dus helemaal witte voorpoten. Heeft een wit voetje gehaald. En zijn ook helemaal gezond? Ja, ze hebben 4 witte voetjes zelfs. Hè. Maar ze zijn gezond. Ja hoor, ze zijn nagekeken door dierenarts. Ze zijn klaar om geplaatst te worden en lekker te gaan spelen met z'n beiden. Nou, ik weet in ieder geval zeker dat je daar 2 toppertjes mee in huis haalt. En dan gaan we daar nog heel even naar kijken, want ik wil namelijk ook, en dat vind ik erg belangrijk, de kat die hier al de hele tijd achter ons ligt, dat is Bono, asieldier van de week. Ik zei het begin van de uitzending ook al, die zit hier nog steeds. Onbegrijpelijk, want het is een ontzettende lieverd. Dus blijft u nog even kijken en dan komen ze dadelijk met Bono. Margreet dacht van, ja, zal ik nou Bono even gelijk op schoot nemen? Ja. Aan de ene kant hartstikke leuk, maar hij had natuurlijk net een aanvaring met dat andere poesje. En dan worden ze altijd iets kribbiger. Dus ja, waarschijnlijk komt hij wel, maar ik heb zo, laat hem lekker zitten. We hebben mooie beelden, maar probeer wel alles uit de kast te trekken nu om deze fantastische lieverd, want daar steek ik mijn handen nogmaals weer voor in het vuur, want hij heeft een partij geknuffeld, dat deze prachtige zwarte Bono nu heel snel geplaatst wordt. Dat hoop ik ook, want hij is de kat die hier nu het langste zit. Nog is dat niet heel verschrikkelijk lang hoor, maar hij zit er al vanaf april. En de rest is eigenlijk allemaal al weg. En Bono, ja, hij gaat nog steeds vooruit. De vorige keer dat we hem hebben besproken, toen was hij minder lang hier. En toen had hij nog een behoorlijke geklittenvacht. En daar had hij last van. Maar je mocht er niet aankomen, dus we konden hem niet verzorgen. Dus een paar weken geleden is hij onder narcose geschoren, het achterste gedeelte. En nou, je kende hem niet terug. Hij was zelf ook heel verbaasd. We mochten nog niet aan zijn rug en aan zijn achterhand komen. Maar dat wordt al steeds beter. Ja, oké. Okay. Dat is natuurlijk ook even heel vervelend. Maar goed, soms kan het niet anders als hij inderdaad dat van het begin af aan. Want ja, dat is normaal vachtverzorging. Maar als dat er al helemaal in zit, ja, dan kan je soms niet anders. En nu, hij ziet er in ieder geval uit als een zonnetje. Dat is een koppie. Nou, daar had hij dan niks. Lekkere, dikke. Neem aan dat het een kater is. Ja, het is een kater. 12 jaar.
En hij heeft dus een blaasdieet. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. En hij wordt steeds toegankelijker. Ik noem het een beetje een verlegen kat, maar dat is natuurlijk een menselijke eigenschap. Ik weet niet of je dat van katten ook kunt zeggen, maar hij wil steeds meer aandacht wel. Heel voorzichtig, maar je moet hem heel rustig benaderen. Dus hij moet naar rustige mensen, niet bij andere katten, niet bij kinderen. En dan, dan komt hij wel. Oh, dat weet ik wel zeker, want bij het opnemen, nou goed, het is voor mij 3 maanden geleden dat ik hem voor het laatst gezien heb. Het was gelijk kopjes geven, all over. Dat is een toppertje. Ben ik misschien wel een zwarte kat gek hoor, want ik heb zelf ook een zwarte kat. Maar die kan je voor 1 miljoen nog niet krijgen. Maar nee, het is gewoon een lieverd. Nou, weet je wat ik dan doe, Margreet? Dan hebben we wel eens vaker, pak dat wel even uit de auto. Zullen we deze dan maar weer lekker een cd'tje geven? Oh, dat zal hij vast wel leuk vinden. En dan gaat hij mee met de nieuwe eigenaar. Nee, doe ik dat gewoon. Is die kat gewoon absoluut waard? Is trouwens ook wel grappig, want u weet het. Hè, daar heb ik ook al vaak over gehad dat we die cd hebben gemaakt. En ik kreeg nu, dan wil ik jou ook vertellen, dat is, vind ik echt wel leuk. Dat een trieste gebeurtenis eigenlijk van iemand die moest een MRI-scan ondergaan. Een persoon. En die, het is toch best wel eng in zo'n machine te gaan. En daar maken ze zich heel erg druk over. Toen heeft ze dus die cd voor zichzelf meegenomen. Ze zei, het ging fantastisch. Hoe vind je dat nou? Nou, begrijpelijk. Want ik moet zeggen, als wij bij de katten en bij de honden ook, als wij weggaan, de cd aanzetten, dan word ik ook helemaal rustig. En dan ga ik heel rustig weer naar huis. Ja, nee, ik vind dus wel, het is dus voor dieren, maar hij is niet ook voor niks animals and humans. Maar goed, dus deze bono, want die is veel belangrijker, die krijgt dus die cd mee. Voor de rest, oké, dat blaasgruis, ja, dat is natuurlijk nu over, omdat hij een blaasdieet krijgt. Hij is ook wel met spanning, maar dan moet hij gewoon een dieetvoertje voor blijven eten. We hebben het ook al zo vaak over gehad. Nou, weet ik alleen niet of je het gezegd hebt, andere katten? Houdt hij niet zo van, hij moet alleen. Hij moet echt, voor mijn gevoel moet hij alleen en alle aandacht, anders trekt hij zich terug en dan ontplooit hij zich niet. En met deze prachtige bono zijn we dan wederom aan het einde gekomen van deze aflevering van Dier en Vriend TV. Ik wil zeggen, we hebben weer fantastisch veel dieren gehad en ik ben natuurlijk ook jou weer ontzettend dankbaar. Lieve kijkers, natuurlijk jullie ook weer heel erg bedankt voor het kijken. Volgende week wordt deze uitzending herhaald. Maar zover we van Margreet al hebben doorgekregen welke dieren zijn geplaatst, zullen we dat natuurlijk vermelden. En die week daarop kunt u ons hoogstwaarschijnlijk weer verwachten vanaf het Haags Dierencentrum in Den Haag. Tot de volgende keer. Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Marcel Vroon, ICT Services, MetPets.nl en de CD Relax Music for Animals and Humans.